Kijk, je hebt verschillende soorten opdrachten die je kunt, verschillende soorten informatie die je zoekt. Op het moment dat je feiten zoekt, bijvoorbeeld wanneer gaat mijn trein of wanneer komt een vliegtuig aan, wanneer is de Tweede Wereldoorlog begonnen. Dat soort feitjes zijn meestal wel makkelijk te vinden voor mensen en dat is ook niet problematisch. Het wordt meer problematisch als opdrachten complexer zijn. Dus als je werkstukken moet schrijven of voor schoolse taken moet doen en informatie moet verzamelen. Waarbij je meer informatie nodig hebt dan een feit, laat maar zeggen, en informatie moet combineren, dan wordt het ingewikkelder. Van hoe betrouwbaar is informatie? En is het wat ik op de ene site lees, is dat hetzelfde als op de andere site? Dus hoe vergelijk ik zaken met elkaar? Is het wel up-to-date? Wie is hier eigenlijk de schrijver van die informatie? Of welke organisatie zit er achter een site? Dat zijn eigenlijk toch best wel lastige vraagstukken. En dat blijkt ook uit ons onderzoek. Dat zijn dingen waar studenten en leerlingen vaak toch moeite mee hebben om daar goede keuzes te maken. En zeker als je meer informatie nodig hebt, hoe bewaar je ook informatie? Ja, daarvan, je vindt iets, hoe sla je iets op? En niet denken van, oh ja, dat heb ik net ook gelezen. En dan op die backknop drukken om te kijken, kan ik het nog weer terugvinden? Dus hoe organiseer je dan ook de informatie? Maar hoe zorg je ook dat je bijvoorbeeld de goede vraag formuleert? Want dat is ook heel belangrijk. Want als je een veel te brede vraag hebt, vind je veel te veel informatie. En you get lost, zullen we maar zeggen. Maar als je te specifiek doet, is ook de vraag, vind je de goede informatie? Dus goede vragen formuleren voor wat je moet weten. En uiteindelijk ook goed beoordelen die informatie. En af en toe bij jezelf nadenken van, heb ik het nu? Moet ik mijn zoekvragen toch nog aanpassen? Heb ik de goede zoektermen gebruikt? Dus dat hele proces, dat luistert vrij nauw. Want dat kan op verschillende plekken misgaan. En dat is voor leerlingen vaak best lastig.